Yo, met de groep van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een video waarin ik ga voetballen. Maar dat kan ik helemaal niet. Voor de mensen die mij niet volgen op Instagram, het hele WK ben ik al bezig met het kijken naar het vrouwen-WK. En gewoon oprecht, ik vind het gewoon leuk. Maar ja, ik vind gewoon niet dat je het kan vergelijken met mannenvoetbal. Want ja, dit is gewoon... niet zo goed. Heb je dat trouwens nog niet gezien? Check mijn Instagram. Op mijn profiel staat een hoogtepunt. En daar staan al die vrouwen die er echt aanraden. Ik zie je echt een aanrader. Mijn Instagram is Koen trouwens. K-O-E-N. In ieder geval, zeg maar van de 130.000 volgers die ik heb, van 129.995 leuk. En 5 zeiden, ja maar Koen, jij kan zelf ook niet voetballen. En ik ga jullie nu het tegendeel bewijzen. Ik heb namelijk meegedaan met Creators FC. En ik ga jullie hier mijn fantastische voetbalskills laten zien. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan zeker. Kan hier beneden. Abonneer. Abonneer. Druk op het abonneer knoppie. Stel je voor, we zouden vandaag gewoon 300 abonnees erbij kunnen krijgen. En vind je deze video zijn leuk, doe zeker een duimpje omhoog op deze video. En laten we dan maar beginnen met de wedstrijd. Voor de wedstrijd was trouwens King Alert lekker aan het DJ'en of zo, weet ik het. De kop van de kat is jarig en zijn pootjes vieren feest. Wacht even, Mattie. Ik moet met je praten. Wat heb je nou gedaan? Je hebt me geen keuze gelaten. Een diss track gemaakt en mij erin me noemen. Je had jezelf niet voor erger kunnen verdoen. Trouwens, zoals jullie hier zien, het regende echt... tan toe hard. Het was echt poepweer. Er was nog zelfs de vraag of de wedstrijd doorging, aangezien het zo hard regende. En het onweerde ook en zo. Met onweer mag je natuurlijk niet voetballen, zoals jullie waarschijnlijk al weten. Iedereen heeft waarschijnlijk ooit wel een voetbalwedstrijd gespeeld of zo. Maar daar, na een tijdje kwamen we het veld op. En ik had een goede tactiek. Ik had namelijk een veel te groot shirt aan. Want ik had namelijk een L-shirt gekregen. Een L. Ik een L. What the fuck? Normaal gesproken eigenlijk een S of een M of zo. Maar zoals je kan zien, fantastisch werelds. Ongelooflijk. Ja. Dit kon omdat ik een veel te groot shirt had. En mijn buikje bleef nog droog ook. Het is ongelooflijk. Ik begon trouwens in de basis. Maar ja, echt de sterren beginnen in de basis. Mattie begon op de bank. En Robbie begon ook in de basis. Ik was linksback. Er wordt altijd een beetje lach gedaan voor linksback. Maar linksback is natuurlijk de positie voor de topspelers. Voor de echte topspelers. Voor de topspelers, oké? Okay? We stonden klaar. Ik gaf de speler voor mij nog een massage. En toen konden wij beginnen aan de eerste helft van deze wedstrijd. Eén klein nadeel. Een warming-up hadden we niet gehad. Want het regende. En wie gaat er nou vrijwillig naar buiten om een warming-up te doen als het regent? Ik heb nu nog steeds spierpijn in mijn benen. Het is inmiddels een maand laat. Een week laat. Een dag later. Nee, is niet waar. Een paar dagen later. Maar toen begon de wedstrijd ook echt. En dat begon niet zo goed. Want ja, we kwamen eigenlijk gelijk met 1-0-8. Ik kon op zo'n niks aan doen. Ik was ook hier niet in de buurt, zie ik. Ik ben nog steeds niet in beeld. Ik ben linksback. Waar de fuck ben ik? Waar ben ik? We begonnen na een tijdje ook te aanvallen. Hier Arsenio, die kan echt goed voetballen. Die kan gewoon echt goed voetballen. Hier, ik ben even zijn naam kwijt. Maakt niet uit. Ik kom Rob aan de bal. Rob! Kom op, doe het, jongen! Oh, jezus, Rob, man. Jezus. En toen gingen zij dus natuurlijk aanvallen. En je ziet mij daar links. Ja, in met een grote shirt. Met een goede motoriek. En dan, oh! Bijna ertussen. Het scheelde echt niet veel. Oh, maar wel gewoon goed. Uiteindelijk niet echt naar mij het gat dichtgelopen. Maakt niet uit. Het probleem is een beetje, ik kan dus niet rennen. Wel. Maar het ziet er gewoon niet uit. Dus wie weet ben ik vrij dun. Maar ik ben echt flink aan het aankomen. En misschien kan ik na een tijdje ook gewoon rennen zonder dat het eruit ziet als een Mongool die aan het rennen is. Werd hij de ingooi genomen door tegenstander. Hij speelt trouwens in het eerste gewoon die rechtsback. Gewoon in het eerste, what the fuck. Je ziet mij hier lopen. Ik zat niet echt goed tussen. Toen werd de bal via ons speler ineens een gevaarlijke aanval. Dacht ik van, ik zit er tussen bijna. Nee, oh, er is via mijn kant door. En dan was ik helemaal weg. Helemaal weg. Maar je ziet me sprinten. Ik sprint als een malle. Matige voorzet. Ja, kan gewoon omdat ik goed druk zet. Oh, ging de bal nog bijna in. Maar net niet. Goed gekeept door Noah. Ja, als ik het zo uitstekend. Heel erg goed verdedigd. Hier maakt de speler van onze overtreding. Dit is echt een goed moment. Ik had in de wedstrijd helemaal niet door. Maar kijk, hij wordt bij zich geroepen. Deed hij van, oh, ik had een kaart. Ik laat het helemaal niet op. Want ik heb het ook in de wedstrijd helemaal niet meegekregen. Pak die. Prek. Een doekje op zijn hoofd zo te maken. What the fuck. Wat een baas. Blijkbaar is dit ooit al gedaan in Kosovo of zo. Maar al steeds fucking lachen. Echt goede vent die scheidsrechter. Echt gelachen. We krijgen hier trouwens geen tegengoal tegen. Want ja, we zijn echt legends. We stonden hier dus wel op dit moment met 1-0 achter. Dat was wat minder. Maar ja, we hadden legit nog echt 80 minuten te spelen. Want we kwamen echt heel snel met 1-0 achter. Hier gaat Rob door op de keeper. Maar ja. Rob, man. Persoonlijk, ik denk dat ik hem gemaakt heb. Maar ja, ik moest linksback beginnen. Dat vind ik jammer. Besef dit moment trouwens. Wat er straks aangekomen. Dit is ziek. Dit is dus gewoon een vriendschappelijk potje voor het goede doel. Ik zit er bijna tussen. Maar ja, uiteindelijk. Ja, wel goed druk gezet weer. Maar dit slaat echt helemaal nergens op. Hier krijgt Pothuizen de bal. En Pothuizen, even voor de duidelijkheid, is een ex-profvoetballer met meeste gele kaarten ooit. Volgens mij in de Eredivisie. Welke speler heeft de meeste gele kaarten in de Eredivisie? Welke speler heeft de meeste gele kaarten in de Eredivisie? Mathus Perro en Tom Beugelsdijk hadden bijna afgelopen seizoen. Nee, niet afgelopen seizoen. Ja, de meeste gele kaarten in de Eredivisie is deze speler, Patrick Pothuizen met 84. Toen hij die 84ste kreeg, had hij ook een shirt onder zijn shirt aan waar het op stond. Dit is trouwens informatie van Mattie. Dankjewel Mattie voor deze informatie. Ik wist het namelijk niet. Maar dat is dus die speler. Die nummer 23. Moet je even kijken. Want dit is echt te ziek voor woorden. Dit is een wedstrijd voor het goede doel. Moet je opletten. Hij probeert hier een leuke actie te doen. Gaat prima. Oh mijn god. What the fuck. Hoe kan hij ooit blijven staan? What the fuck. Oh. Wat ranzig. Dit
kan toch niet? Hoe kan je dit doen? Wat ongelooflijk smerig. Patrick Pothuizen. 84 gele kaarten in de Eredivisie. En dit had zeker een rode kaart mogen zijn. Nog één keer kijken naar dat smikkel enkeltje. Gadverdamme. Je ziet hem wel even ophupsen, maar hij loopt gewoon door. What the fuck? What the fuck? Ik zit hem te kijken naar die wedstrijd. Wat gebeurt daar? Wat doet die speler die daar warm loopt? Die maakt een van de snoekduik. What the fuck? Uiteindelijk nog een schotje van Rob, wat helaas net naast ging. Jammer Rob, jammer. Iets harder de volgende keer, iets minder hoek. Kijk, als ik er had gestaan. Daarna komt Defano door, geeft een goed balletje op Rob. Ja, ja wel een goed balletje. En toen denkt Rob van, ik ga hem denk naar de sterspeler spelen. Ik weet niet precies wie het is. Oh jezus, dat ben ik! Jezus, wat goed! Wat goed. Oh, en een balletje hier en ik ga meteen door. En ik wil die bal, want dan schiet ik hem zo in de kruising. Oh, ik krijg hem niet, helaas. Dan toch nu, nee. En wat gebeurt daarna? Balverlies. Helaas. En wie moet weer terugrennen? Ik. Gelukkig wordt mijn plek goed overgenomen. En krijg mijn inworp. Een hoge bal werd gegeven. En ik dacht van ik schat hem goed in. Was nog niet helemaal het geval. De bal over me heen. En dan komt die gast die wel goed was. Die restback. Ik probeerde hem nog vast te pakken. Ging helemaal fout. Maar uiteindelijk kwam het semi goed. Toen kwam hier opa met het schot. Nee! Hij legt hem af. Dan komt hij ervoor. Ja, slecht. Dit was geen goede actie van mezelf, moet ik zeggen. Al zag je wel, ik probeerde hier nog. Als we een klein stukje terugkijken. Ik probeerde hier wel een professionele overtreding te maken. Helaas ging het wat minder goed dan verwacht. Ja, eigenlijk vrij slecht. Wordt hier trouwens even eentje uitgespeeld door een opa. Dat is niet normaal. Oh! Oh! De gast van Main Street. Rijn, volgens mij. My mind is blown. Hier ging Rob er vandoor. Rob. Te ver voor jou. Zo, Rob wordt even weggespeeld door Patrick Pothuizen. Jezus. Oh, die scheurt bijna alles af. Komt hier een doelpunt. We staan gewoon nog steeds 1-0 achter. Wat triest. Ho. Ja, die vent weet drie keer zoveel als ik. Ja, daar kan ik niks mee. Maar we hebben de bal. Daar gaat het om. Hier wordt een goede aanval opgebouwd. Goede bal, Rob. Rob weer. Rob, jongen. Goed bord op de achtergrond. Het is gewoon een prank, man. Hier, Glenn Helder aan de bal. Die kan wel voetballen, kan ik je vertellen. Ook niet heel raar. En die geeft een voorzetje op. Rob, kom op! Ah, net na. Scheelt niks. Jammer, Rob. Helaas, pindakaas. Is er weer Patrick Pothuizen? Dit is toch gewoon een pingel? Ben ik nou gek? Hij duwt gewoon onver. Waar sla je het op? Niet dat hij anders afgegeven had waarschijnlijk. Hier kwam Matty erin. Die heeft toch, ik denk, bij elkaar alweer een goede 15 minuten gespeeld of zo. Het was hier ook weer droog. Toen wilde hij. Oh, echt Matty, jongen. Wat een mietje, jongen. Wat een ongelooflijk mietje. Oh, weer even in de spotlight, Koen. Hier de Fano Holwijn met een goede actie. Ik weet niet wat hij doet. Ah, die bal was uit. Dat is niet uit. Oké, hij gaat gewoon door. What the fuck, die bal was zeker uit. Even een kleine VAR. Nee, oké, hij was niet uit. Oh mijn god, de vader van Mark. Hij voelde met een bril. Prek. Goeie loopactie. Hey! Oeps. Paasje op de vader van Mark. En toen was het dus rust. Stonden we 1-0 achter. Hadden we niet echt veel kansen gecreëerd. Maar de tegenstander was ook niet echt heel goed. En als we achterstaan krijgen we altijd een donderspeech van Glenn Helder. Zo ook nu weer. We hebben tot nu toe iedere keer als ik mee heb volgens mij achtergestaan bij rust. En uiteindelijk gewonnen of gelijk gespeeld. Is het nu ook weer het geval? Dat zie je na de reclame. Nou, hopen dat YouTube me een keer gunt. En dat ik een keer advertenties te zien krijg. Kut klotezooi. Oké, de tweede helft werd afgetrapt en we gingen er weer voor. We moesten minimaal 2 keer scoren, want dan zouden we winnen. Ja, dat is meestal zo als je 1-0 achter staat. Trouwens mensen, hier komt volgens mij mijn allerbeste moment in de hele wedstrijd. Ik zweer het je. Dit is wereld. Kijk hoe groot mijn shirt is. Ik ga echt stuk. Die broek. Inworp kreeg ik de bal hier. En die speler dacht, ik ga voorgeven. Drag Mackie aan, door langs de speler. En dit maakt hem niet zo vaak, want daar gaat het niet meer om. Precies achter die pauperpaal. Jongen, dit was echt een wereldactie. Kleine herhaling. Oh my god. Je ziet me daarna ook gewoon lachen. Want ik weet van, dit ga ik echt nooit meer doen, deze wedstrijd. Want ik heb nu wel mijn skills, ja, gedaan voor deze wedstrijd. Die speler die ik ook volledig dolde daar. Speler, dat was echt een fan van 40 of zo. Dus ik van, zo had ik niet van jou verwacht. Wat ik dan weer niet begrijp. Want ik heb op zich wel de motoriek van Nemer. Dus waarom niet de tricks? Hier kwam Matty aan de bal en die gaat dan weer zijn standaard trucje doen. Wat helemaal geen zin heeft. Ik ging zo stuk. Oh, het is mooi dat hij hierna weer de bal krijgt. En dat hij, ik weet niet wat hij aan het doen is. Maar uiteindelijk krijgt hij op een of andere manier vrije trap. En ik moet echt keihard lachen, want hij was zo'n boos. Er was niks aan de hand. Zie je het niet, maar ik was keihard aan het lachen. Oh, nu zie je het wel. Ja. De vrije trap zelf trouwens was wel aardig. Maar ja, ging er niet in helaas. Hier trouwens even King Alert. Eerst met een dummy. Oh, sterk. En daarna even zo, hoppakee, langs zijn eigen speler. En dan buitenkantje rechts. Ja, komt hier niet het beste moment van mij uit de wedstrijd. Ik kreeg een bal aangespeeld van de keeper Noah. Op zich geen moeilijke bal, maar ja, toch een polletje in het veld. Oh, kutzooi. Oh, ik balen, jongen. En toen ging ik er even lekker bij zitten, jawel. Ja,
even mijn momentje van fame pakken. Even het leven overdenken. Heb je dat ook nooit, mensen? Dat je even gaat zitten en even het leven overdenken. Dat had ik nu. En hier een beetje hutsen, klutsen, hutsen voetbal. Volgens mij buiten spel. Volledig neergehaald door niemand minder dan Patrick Pothuizen. Het kan ook niet anders. En nu ook van, nee, is geen penalty. Ik zie hem ook lachen, maar het was zeker een penalty. Paul wilde meteen een penalty nemen. Het mooie is, ik was met Rob aan het praten. En ik zei van, luister even. Als hij fluit en hij wacht lang, ga ik gewoon rennen en schiet ik die penalty gewoon. Maar uiteindelijk heb ik het toch niet gedaan. Ja, ik was gewoon te pussy of zo, weet ik het. Ik had het wel moeten doen, denk ik. Ik had het moeten doen, hè. Ja, ik had het moeten doen. Dan kwam de eerste penalty echt fucking slecht. Maar er werd de bal in het veld gerold. Dan moest hij nog een keer. De tweede penalty minstens even slecht. Ook dwars door het midden. Maar de keeper die duikt op een of andere manier naar de andere hoek. Maar hij zat wel 1-1. En vanaf hier ging het echt lopen. Echt fantastisch. Glenn Helder kwam hier door. Nessing blijft goed achter de bal. Hij geeft de voorzet. Ja. Uitstekend doelpunt. Uitstekend. Helemaal niks mis mee. Of nee, toch niet. Ja, maar dan de bal op Glenn Helder hier. En toen kwam er even weer, ik weet niet wat naar boven. Maar toch wel een goede actie. Boom! 2-1 hangen. Lekker, lekker. Complete vreugde. Er kwam hier een voorzet. Die werd door iedereen gemist. Behalve door Rijn van Main Street. Hij scoorde en goed doelpunt. Stonden we 3-1 voor. Uiteindelijk hier weer een goede actie van de gast die goed kan voetballen. En hij paast hem ook zo waar. En hij doet gewoon een hakje. Hij gaat gewoon in. What the fuck, 4-1. En toen kwam wonder boven wonder Matty nog even in. Want hij wilde natuurlijk scoren. Want iedereen was nu moe. Dus dacht hij van, nu is mijn moment om even te laten zien wat ik kan. En dat gebeurde ook zeker. Want die kreeg Defano de bal. Mooie aanname, moet ik zeggen. Mooie, hele mooie aanname. Daarna ook een leuk paasje zo. Wip hier overheen. Matty 1-1 met de keeper. Nou, dit kan toch niet fout gaan, zou je zeggen. En hij doet het. Hij scoort. Hij wordt helemaal gek. Hij was wel oprecht fucking blij. Hij heeft ook echt een jaar dat hij niet gescoord of zo. Helemaal gek. Deze Porsche over de reling heen sprongen. Rob probeerde ook Matty's shirt uit te doen, maar dat lukte niet. En daardoor kreeg ook Rob geel, omdat Rob het shirt uit probeerde te trekken. Erg leuk van de scheidsrechter. Vond ik leuk. Uiteindelijk werd het nog wel 5-2 door Noah, die niet zijn beste wedstrijd keepte. Laten we heel eerlijk in zijn. Aardig keeper, maar deze wedstrijd was zeker niet zijn wedstrijd. In ieder geval, mensen, hoe vinden jullie dat ik gevoetbald heb? Ik echt, mijn shirt is doorweekt. Zo fucking warm is het hier. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Vond je het leuk? Zeker een duimpje omhoog als je meer van dit soort video's wil zien. Laat een cijfer achter wat je denkt dat mijn voetbalskills zijn van, nou ja, kijk, ik kan wel zeggen van 0 tot 10, maar 0 tot 6 is sowieso niet, want ja, ik ben sowieso een voldoende. Ik zou zeggen tussen 8 en 10. Laat daar een cijfer achter tussen 8 en 10. En wil je nou meer van me zien, dat kan. Klik dan hier op het abonneerknopje. Hier zo. Klik! En kijk een andere video van mij. Dat kan door hier of hier te klikken. En dan hoop ik dat je deze video leuk vond. Als je het leuk vindt, in de volgende keer zet. Doei! Later!